Als Dilia is er ook weer. Ik zie dat Nelleke zit. Welkom allemaal bij deze eerste bijeenkomst in een reeks van drie debatten, georganiseerd door de Rode Vrouwen in Haarlem of Zuid-Kennemerland. En in die debatten gaan we kijken naar de positie van de vrouw vanuit verschillende invalshoeken. Ik zat net te kijken hoeveel mensen er zijn. Er zijn nu een stuk of 15, denk ik, maar we sluiten straks vast nog meer aan. Ik wil speciaal welkom heten aan Pearl Dijkstra, Dilia Leitner en aan Nelleke Fedelaar. Dilia en Pearl die zullen straks een inleiding houden en op elkaar reageren. En Nelleke is onze landelijke voorzitter van de PvdA. Zij zal straks na de bijdrage van Pearl en Dilia reageren op, vanuit landelijk perspectief, PvdA-perspectief. We hadden natuurlijk veel liever met elkaar, met z'n allen in de pletterij gezeten, waar Barbara nu in haar eentje zit. Maar goed, we zitten thuis, iedereen weet waarom. En we hadden het er net over, eigenlijk beginnen we ook al een beetje te wennen aan dit soort bijeenkomsten. En het gaat vast ook een hele goede bijeenkomst worden. Het idee is om het tot ongeveer 9:30 te doen, dan is 1,5 uur dus wel lang genoeg. En even kijken, we gaan dus eerst even luisteren naar Pearl en Adilia, dan Nelleke en vervolgens is er ruimte voor discussie, voor vragen stellen. En het handigst is om dat te doen via de chat. Daar kun je vragen in typen of je kan even met hand opsteken. En dan is, als iedereen nu de microfoon even uit heeft, dan kun je straks als je een vraag wil stellen, je eigen microfoon weer even aandoen. Nou goed, dat waren even de praktische zaken voor vanavond. En ik wil eigenlijk snel en als eerste ook het woord geven aan Pearl Dijkstra, hoogleraar empirische sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en ook PvdA-lid uit Bloemendaal. Dus daar zijn we heel blij mee. En Pearl die heeft, die heeft een Engelse voornaam en een hele Hollandse achternaam. En je gaat ook straks kijken naar de economische positie van de vrouw. De economische positie in internationaal perspectief. Je hebt veel onderzoek gedaan, onder andere naar binnen generaties ook, hoe de positie van de vrouw is veranderd. En daar zie je ook dat ze is gaan werken. Maar nog steeds is het zo dat Nederland eigenlijk op emancipatieniveau vrij laag staat op de ranglijstjes. En we gaan graag van jou horen uit onderzoek wat je hebt gedaan en ook wat het mogelijk is om die positie te gaan verbeteren. Dus aan jou het woord, Pearl. Dankjewel, Erika. Ik moet een bekentenis doen, want heel veel van wat ik ga vertellen is niet mijn eigen onderzoek. Jullie vroegen me iets over economische zelfstandigheid te zeggen. En het is wel een onderwerp dat me zeer aan het hart ligt. En soms zal ik wel een uitstapje doen naar iets dat ik zelf heb gedaan, maar het merendeel leun ik op anderen. Dus ik moet niet met mijn eigen veren gaan pronken. Ik vind het heel erg leuk om hier te zijn. Ik vind als je aan het zoomen of teamen of wat dan ook aan het doen bent, dan zit je de hele tijd met sheets en niemand kan ze goed lezen. En dan bevriest het weer. En ik dacht, ik ga jullie gewoon toespreken. Ik heb wel mijn aantekeningen hier. Die heb ik ook niet op mijn scherm, want dan zit je ook alleen maar een beetje dood te kijken. Dus af en toe zal ik opzij kijken. En ik hoop echt op discussie, want dat is het allerleukste van dit soort bijeenkomsten. 15 minuten, de economische positie van Nederlandse vrouwen in internationaal perspectief. Erika zei het al, waarom vind ik dit interessant? Dit is iets dat ik wel vaker doe, is van buiten naar Nederland kijken. Daar kunnen we mooie voorbeelden vinden, ook van beleid dat elders gewerkt heeft. En het is gewoon soms goed om ook een beetje kritisch naar je eigen land te kijken. Erika zei het al,
of zei het niet, maar zo ga ik wel beginnen. Je hebt allerlei internationale indices over gendergelijkheid, genderongelijkheid. Ze worden gemaakt door de OECD, door de VN, de World Economic Forum. En op al die ranglijsten zit Nederland vrij hoog. En waarom? Het zijn ranglijsten gebaseerd op het percentage vrouwen met een hoge opleiding. Of het percentage vrouwen dat in het parlement vertegenwoordigd is. Of de levensverwachting van vrouwen. Wetgeving gericht op gelijke behandeling. Daar scoort Nederland. Nou, dat ziet er gewoon goed uit. Dus op papier doen we het prima. Maar Nederland scoort niet hoog als specifiek gekeken wordt naar de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld de bijdrage in Nederland van vrouwen aan het bruto nationaal product is het laagst van alle West-Europese landen. Gemiddeld in West-Europese landen is het 38%. Wij in Nederland zitten op 33%. En waarom is die bijdrage van vrouwen in Nederland aan het bruto nationaal product, waarom is dat zo laag? Het heeft alles ermee te maken dat vrouwen heel vaak kiezen voor een parttime baan. Even wat CBS-cijfers erbij halen. Wellicht kennen jullie die allemaal al, maar welk percentage van Nederlandse vrouwen is zogenaamd economisch zelfstandig? En wanneer ben je economisch zelfstandig? Dat is als je minstens op bijstandsniveau zit, wat je inkomen betreft. En in Nederland geldt dat voor 59% van de vrouwen. Dus 41% van de vrouwen is of afhankelijk van familie, meestal een partner, of van de overheid. Engelshoven zegt, economische zelfstandigheid is mooi. Belangrijkste is dat vrouwen financieel zelfstandig zijn. En hoe zij dat definieert is dat je iets kan betalen voor jezelf of je kinderen zonder afhankelijk te zijn van je partner of van het armoedebeleid van de gemeente. En wanneer ben je financieel zelfstandig? Dat is als je 100% van het minimumloon verdient. En in Nederland geldt dit voor 48% van de vrouwen. Dus meer dan de helft is niet financieel zelfstandig volgens deze definitie. Nou, waar komt die voorkeur, en dat heb ik tussen aanhalingstekens, die voorkeur voor parttime werken vandaan? En ik kan die vraag ook anders formuleren. Zijn er specifieke omstandigheden te identificeren die ertoe bijdragen dat Nederlandse vrouwen in sterkere mate dan elders loopbaankeuzes maken die genderongelijkheid wat betreft economische positie bestendigen? En ik ga 3 grote groepen omstandigheden ga ik beschrijven. De eerste, financiële factoren. Tweede, arbeidsmarktfactoren. Daar zit ook opleiding in. Daar zit ook iets over kinderopvang in. En de laatste set, dat zijn de culturele factoren. Dus deze loop ik af. Dan weten jullie ook wanneer ik tegen het einde loop. En ik heb het over financiën, over de arbeidsmarkt en cultuur. En nu scheid ik ze, maar voor analytische doeleinden is dat goed te doen. Maar er zitten ook overlap tussen die factoren. Begin met de financiële factoren. Wat is hier bijzonder aan Nederland? Dat is ons minimumloon. Minimumloon is in de wet gedefinieerd als een gezinsinkomen. Ons minimumloon is voldoende om een afhankelijke. Het wordt geslachtsvrij gedefinieerd. Maar om een afhankelijke en 2 kinderen te onderhouden. Dat onderscheidt Nederland van heel veel landen om ons heen. Dus in principe zou het minimumloon genoeg moeten zijn voor 1 persoon om een heel gezin te onderhouden. Dus die financiële noodzaak om te werken, die is in Nederland wat lager dan in de landen die ons omringen. Verder is het feit dat wij een gegarandeerd pensioen hebben. Dat is ons AOW. Je hoeft er niet voor te werken. Dat moet je in andere landen vaak wel. In Nederland moet je 50 jaar gewoond hebben.
En dan krijg je op, dan een keer rond je 67ste, krijg je een pensioen. Dus die noodzaak om te gaan werken, om later in je levensonderhoud te voorzien, die is er ook niet voor Nederlandse vrouwen. Dus de financiële noodzaak om te werken is lager in Nederland in vergelijking met veel landen om ons heen. Dus je kunt ook zeggen dat we eigenlijk heel bevoorrecht zijn in Nederland. Dat is ook een andere manier om er naar te kijken. Ik stap over naar de arbeidsmarktfactoren. Ik begin met opleiding. En dit is niet nieuw, maar Nederlandse meisjes kiezen niet zo vaak voor een opleiding in de techniek. Of ze kiezen ook niet zo vaak voor een heel duidelijk beta-profiel. Maar interessant is dat in internationaal vergelijkend onderzoek, als je kijkt naar de mogelijkheden van meisjes en jongens of hun vaardigheden in wiskunde rekenen, vind je geen verschillen tussen jongens en meisjes. Dus ze zijn even goed, jongens als meisjes, in het doen van rekenen, het oplossen van sommen enzovoorts. Waar vind je wel de internationale verschillen? Dat is in de perceptie van meisjes in hun eigen kunnen. Of in de opvatting van hoe belangrijk is wiskunde of rekenen om verder te komen op de arbeidsmarkt. In dit soort internationale vergelijkingen zie je dat Nederland heel laag scoort. Dus we hebben bijvoorbeeld in Nederland de wiskundemeisjes. Dus als we gewoon objectief naar wiskunde kijken, geen verschil tussen Nederlandse jongens en meisjes. Maar waar het grote verschil zit, waar Nederlandse vrouwen echt veel lager scoren dan internationaal, dat is in hun perceptie van ik kan wiskunde, ik ben er goed in, of hun idee dat je wiskunde nodig hebt om verder te komen in het leven. En meer algemeen zie je dat die lage schatting van wiskunde onder meisjes, dat kenmerkend is voor landen waar er weinig vrouwen werkzaam zijn in de techniek en de industrie. En dat is natuurlijk, dat kenmerkt ook Nederland. En vermoedelijk, dat weet ik wel zeker, zijn jonge meisjes zich, als ze hun opleidingskeuzes maken, zich er niet van bewust dat de keuzes die ze maken heel erg bepalend zijn voor hun latere arbeidsmogelijkheden. En ook voor de mogelijkheden of je voltijds of parttime kunt gaan werken. Tweede arbeidsmarktfactor is de sector waarin vrouwen werkzaam zijn. Op de arbeidsmarkt in Nederland zijn vrouwen vaker dan elders oververtegenwoordigd in wat ik de zachte sectoren zou willen noemen. Dus daar is ook een hoge concentratie van parttime banen. En de zachte sector, dat is natuurlijk de zorg en dat is het onderwijs. Nederlandse vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de harde sectoren, waar er een hoge concentratie is van voltijdscontracten. Denk aan de financiële sector, denk aan high tech. Volgende factor is de mate waarin onze overheid de combinatie van arbeid en zorg ondersteunt. En weer internationale vergelijkingen zie je dat Nederland helemaal onderaan bungelt in de lijsten wat betreft de maatregelen om arbeid en de zorg voor kinderen te kunnen combineren. En dan heb ik het over verlofregelingen, de beschikbaarheid van de kosten voor kinderopvang, de aanwezigheid van continu roosters op scholen. Het wordt in Nederland wordt jonge ouders niet makkelijk gemaakt om arbeid en de zorg voor kleine kinderen te combineren. Interessant is, weer Nederland, dat we op het terrein van de ouderenzorg weer hoog in alle internationale ranglijsten scoren. En dan heb ik het over de beschikbaarheid van thuiszorg, de institutionele zorg. Daar zitten we dus weer hoog aan die ranglijsten. En dus elders in Europa moeten familieleden hun arbeidsaanbod reduceren om hulpbehoevende ouderen bij te staan. In Nederland is die noodzaak om hulp te gaan verlenen veel minder sterk. Ik heb vaak discussies met beleidsmakers over kinderopvangregelingen. En ik merk dan heb ik het vooral met ambtenaren bij economische zaken, ambtenaren bij sociale zaken. En ik
terughoudendheid of een weerstand, zou ik bijna willen zeggen, om faciliteiten voor jonge ouders uit te breiden. Kinderopvang en ouderschapsverlof worden beschouwd als luxe producten die geld kosten, in plaats van een noodzakelijke conditie voor een inclusieve samenleving. Beleidsmakers, wat ze stevast doen, is dat ze verwijzen naar de jaren 90, een natuurlijk experiment dat we in Nederland hadden, toen kinderopvang vrij sterk, vrij snel werd uitgebreid. Wat gebeurde er toen? Wat de beleidsmakers zeggen, hebben ze gelijk in, is dat die uitbreiding van de kinderopvang heeft er niet toe geleid dat meer vrouwen zijn gaan werken. Of dat vrouwen hun banen hebben uitgebreid. Wat is er gebeurd? We zagen een verschuiving van informele zorg, dus oma, de partner, de zus, de buren. Die gingen niet meer op de kinderen passen. De kinderen werden naar de crèche gebracht. Dus zij gebruiken het argument van het heeft niet geleid tot een uitbreiding van het arbeidsaanbod. Gebruiken ze als argument om vooral niet geld te gaan stoppen in kinderopvang. Laatste punt onder het kopje van die arbeidsmarktfactoren. Dat is de arbeidsrechtelijke bescherming van parttimers. En hier is Nederland weer een uitzondering. Want parttimers zijn wettelijk heel goed beschermd in Nederland. Nederland is een uitzondering omdat in tegenstelling tot elders deeltijdwerk geen secundair werk is. In Nederland is deeltijdwerk veelal hetzelfde soort werk als voltijdswerk. En bovendien perfect wettelijk en via cao's beschermd. Zodat deeltijdwerkers volledig naar rato beloond worden, vakantiedagen hebben en pensioenrechten opbouwen. Dus als het over werk en gender gaat, kan Nederland zelden als voorbeeld dienen, maar waar het de bescherming van parttimers geldt, kan Nederland wel als voorbeeld dienen. Ik kom tot het laatste blok. Ik zie dat ik oké ben op mijn tijd. Cultuur. Culturele factoren. En waar kenmerkt Nederland zich weer door? Een hele sterke moederschapsideologie. In Nederland heerst nog heel sterk, of heerst sterk de gedachte, zeker in vergelijking met omringende landen, dat kinderen het best kunnen of worden opgevoed door de eigen moeder, ook door de partner en door de oma's. Maar dat is toch het beste voor onze kinderen. En de gedachte is ook heel sterk dat vrouwen wel mogen werken, maar vooral niet te veel. 3 dagen in de week is meer dan genoeg. En die norm is vrij dwingend. En hoe weten we dat die dwingend is? Want vrouwen die van die norm afwijken, die worden gesanctioneerd. En we kennen allemaal de verhalen van een vrouw die voltijds werkt met kleine kinderen heeft, of zelfs 4 dagen, krijgt te horen van, jij werkt heel veel. Hè? Dus hup, wordt er weer een tik uitgedeeld. En we zien ook dat jonge vrouwen als het ware al voorsorteren. Ze hebben die norm geïnternaliseerd. Ze kiezen ervoor, nog voordat ze kinderen hebben, om minder uren te werken, om tijd te hebben voor hobby's, voor vriendinnen, eigen vrije tijd en ook wel ter voorbereiding van de zorg voor een gezin. En dat gebeurt veel vaker dan bij jonge mannen. Die hechten meer aan inkomen en aan de kansen op carrière die het werk biedt. Maar, ik wil niet alleen maar negatief zijn, verandering zien we wel. En beïnvloeding van die normen is mogelijk. Dat zien we, en hier ben ik wel met mijn eigen onderzoek bezig. We zien dan het doorsijpelen van generatie-effecten. We zien bijvoorbeeld dat volwassen vrouwen die moeders hadden, die toen die volwassen vrouwen 15 jaar oud waren, dat ze toen ze zelf 15 waren en die moeders werkten, dat ze gemiddeld meer uren per week werken dan volwassen vrouwen die een niet werkende moeder hadden. En we kunnen ook kijken naar de zonen van die werkende moeders. Die zonen
die kiezen vaker voor een vrouw met een flinke baan dan zonen van moeders die toen zij jong waren niet werkten. Dus veronachtzaam dat voorbeeld van rolmodellen niet. En nu wil ik wijzen op een voorbeeld uit het met name het Scandinavische onderzoek. Daar is, en dat is in de jaren 90 al gebeurd, zijn verlofregelingen voor papa's ingevoerd. En ze noemen dit daddy quota, papa quota. En dit is een heel goed betaald verlof. En heel kenmerkend voor dit verlof is use it or lose it. Dus die verlofweken die gereserveerd zijn voor papa's, die mogen niet naar haar toe gaan. Dat gebeurt wel in, met name in het Oostblok. Maar in de Scandinavische landen is er een specifiek aantal weken, en dat varieert in de tijd en tussen landen, dat uitsluitend door papa's mag worden gebruikt. De Scandinavische landen hebben ook hele mooie registers. Dus je kunt de mannen en hun partners en hun kinderen in de registers volgen. Dus je kunt zien de papa's die in de jaren 90 dat verlof hebben opgenomen, die kun je vergelijken met de papa's die dat niet gedaan hebben. Je kunt naar de carrières van de vrouwen kijken, je kunt naar de carrières van die mannen kijken. En ze hebben ook surveygegevens over de verdeling van taken thuis. Wat blijkt? Dat de mannen die gebruik hebben gemaakt van dit verlof, die hebben vrouwen die gemiddeld meer uur per week werken. Ze hebben binnen het huishouden minder conflict rond de verdeling van huishoudelijke taken. Kleinere kans op echtscheiding. Ze brengen meer tijd door met hun kinderen. En heel interessant is dat daar ook te zien is dat de houding van werkgevers is veranderd. De werkgevers accepteren het dat mannen, 30-jarige mannen, tijdelijk wat minder zullen gaan werken, omdat ze ook thuis voor de kinderen zullen gaan zorgen. En in Nederland hebben we net een uitbreiding van het vaderschapsverlof gehad naar 5 weken. En het wordt redelijk goed betaald, maar het is nog steeds niet te vergelijken met die je in Scandinavische landen ziet. Komt tot een afronding. In 1992, ik heb nog opgezocht, schreef ik een column in Mensenmaatschappij. En de titel van die bijdrage was Het grootste gelijk van de wereld. En het ging, waar het op neerkwam, is dat ik vond dat Nederlandse vrouwen groot gelijk hadden om niet te werken. Want waarom? Financiële noodzaak was er niet. Dat minimumloon. Joh, de opleidingen die ze hadden, dat loonde niet. Want ze zaten in sectoren die ze moeilijk te gelden konden maken. Er waren hele slechte verlofregelingen. Dus waarom zou je werken? Dus ze hadden het grootste gelijk van de wereld. Nou, inmiddels 2020 hebben we het niet meer over wel of niet werken. Maar we hebben het over wel of niet voltijds werken. Of wel of niet een ruime parttime baan. En ik hoop dat ik jullie wat handvatten heb gegeven, zodat als jullie, zoals ik, daar ben ik niet, dat steek ik niet onder stoel of banken, vindt dat vrouwen in Nederland meer economisch zelfstandig moeten zijn, dan hoop ik dat ik jullie wat handvatten heb gegeven. Het belang van rolmodellen, beleid dat je die ook op mannen en op vaders moet richten, opleidingskeuzes van meisjes wat bijsturen, en beleidsmakers ervan overtuigen dat goede kinderopvangvoorzieningen niet primair een arbeidsmarktinstrument zijn, maar juist een heel goed instrument zijn voor kinderen. En met name voor kinderen uit milieus waar ze een wat slechte start hebben. Ik hoop, verheug me op een fijne gedachtenwisseling met jullie. Dat was mijn bijdrage. Hey Pearl, ik denk dat ik namens iedereen zeg heel boeiend betoog, waarin je ook heel verschillende aspecten en factoren hebt genoemd waar we straks verder over in kunnen gaan, op in kunnen gaan. Ik zie even een vraag op de chat waarbij
gezegd worden, het gaat over partners, hè, en over verlof voor mannen, maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen gelden voor twee vrouwen. Dus dan gaat het meer om samenlevingsvorm dan dat het over mannen of vrouwen zou gaan. Klopt dat? Ja, ik zie die vraag in de chat. Dat is ook in Nederland het geval. Dus die 5 weken die we nu hebben, die is heel genderneutraal, maar ook het geldt voor hetero en voor homo stellen. En dat is, in Noorwegen heet het wel altijd de daddy quota. Maar ook daar is het dat beide ouders hebben ieder een eigen verlof. En dat kunnen ze niet met elkaar delen. Maar het onderzoek gaat met name naar die papa's. Ja, oké, goed. Ik hoop dat de vraag zo goed beantwoord is. Ja, ik zie het antwoord al. En wat natuurlijk heel interessant is, wat je noemt ook die financiële factoren, arbeidsmarkt. Dus als vanuit de PvdA gezien zijn we natuurlijk altijd voor bestaanszekerheid. Dat lijkt goed geregeld. Maar we zijn ook aan het kijken naar die rolmodellen en over de generaties heen hoe je dat kunt verbeteren. Dus daar zit nog van alles in om vragen over te stellen en om een discussie over te hebben, lijkt mij. Maar eerst wil ik eigenlijk even dan gaan naar Dilia Leitner. Dilia die is nu fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad in Haarlem. En ik keek even vanmiddag naar jouw cv en ik zag dat je al vanaf 2006 schaduwraadslid bent. En vanaf 2010 raadslid en nu 5 jaar fractievoorzitter. Dat is een mooie carrière. Ja. Die ook combineert, ja, denk ik, met werk en met een gezin. Dus misschien ben jij ook wel een van de rolmodellen die vanavond aanwezig is. Net als Pearl. En jij schrijft ook, op de website staat, veranderingen vragen om een lange adem en dat uithoudingsvermogen heb ik. En dat vond ik wel een hele mooie insteek voor vanavond, want dat is daar eigenlijk wel wat we sowieso kunnen zeggen, dat het een lange adem vergt om dingen te veranderen. En we zijn ook heel benieuwd naar jouw reactie op het verhaal van Pearl, maar ook hoe je het, je zit al lang in de lokale politiek, dit was een internationaal perspectief, hoe je dat misschien kunt vertalen naar lokaal of naar deze streek. We zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Ja, Dilia. Dankjewel voor de introductie. Ik ben zelf nog, ik heb druk aantekeningen zitten maken en ik ben het verhaal van Pearl hartelijk dank voor die. Ik ben het ook nog aan het verwerken. Het zijn veel dingen waarvan ik, dat weet ik, wisten we eigenlijk wel, maar als je het zo achter elkaar hoort, geeft het toch een ander beeld. En het brengt bij mijzelf, als ik naar mijn eigen levensverhaal kijk, kwamen er meteen in jouw verhaal al wat momenten naar boven dat ik dacht van, oh ja, dat heeft dus blijkbaar toch een belangrijke rol bij mij gespeeld. Dus als jullie mij toestaan, wil ik eerst even met een persoonlijke verhaal beginnen en dan ga ik daarna naar de politiek. Want ik ben namelijk een kind uit de tijd, een slimme meid is op haar toekomstbereid. Kennen jullie hem nog? En ik ben er gestapt. Of ingetrapt. Ik wist ik veel. Ik was 15, je moet kiezen. Dus ik dacht, dan doe ik maar wiskunde A, wiskunde B en natuurkunde. En ik heb daar echt hard voor moeten werken. En ik ben nog steeds van overtuigd dat met name die wiskunde B en al die sommetjes maken, dat echt erg wel goed geweest is voor mijn ontwikkeling. En ik realiseer me nu ook dat mijn moeder weliswaar een part-time baantje had, maar wel werkte. Dus dat, en ook met opleidingen bezig was. Dus dat zal een effect gehad hebben. En inmiddels heb ik zelf 2 zonen gebaard, dus ik hoop ook het goede voorbeeld te geven. Het is soms wel lastig, dat zijn nog pubers, maar uiteindelijk zullen ze het wel waarderen, denk ik. In mijn studietijd, beleidswetenschappen in Nijmegen, in een van de eerste vakken, in het eerste jaar, hadden we een soort van casus, case study die we moesten doen. En daar moesten we een aantal artikelen voor lezen. En ik denk dat ze dat heel bewust gedaan hebben. Want die gingen allemaal over economische zelfstandigheid van vrouwen. Dus ik heb daar echt wetenschappelijke artikelen moeten lezen over hoe belangrijk het was. Want wat gebeurde er naar scheiding met vrouwen als je niet economisch zelfstandig was? En dat is dus in mijn eerste studiejaar is dat zaadje ook ergens in mijn onbewuste geplant. En het is voor mij nooit een optie geweest om niet fulltime te werken. Tot ik eens ergens, en ik weet niet meer wie, een opmerking hoorde maken over haar man.
het was een succesvolle vrouw. Die werd gevraagd, wat was nou je grootste geluk in je carrière geweest? En die zei, dat is mijn man geweest. Toen dacht ik, ja, dat is wel. Ik combineer dus fulltime werken. Ik werk gewoon 36 uur bij Zilveren Kruis. Met de politiek erbij en een gezin. En dat kan ik niet zonder de steun van mijn man. En ik ben hem elke erkentelijk dat dat gesprek over die verdeling van de arbeid is altijd, en de zorg is altijd gelijkwaardig geweest. En ik denk dat het ook wel mee heeft geholpen dat ik een vrij lang... hij heeft ook een deel van na de geboorte, het kraam... Ik moet helemaal, hoe heet het ook alweer? Kraamverlof heeft hij ook een deel, zo lang geleden, deel op zich genomen. Dus dat hebben we toen gewoon met vakantiedagen gedaan. Tegenwoordig hebben we daar inderdaad dankzij minister Koolmees toch in herinnering op een uitgebreid vaderschapsverlof. En ik heb daar toen ook vanuit mijn eigen ervaring een artikel over geschreven in een krant. Het is al 15 jaar geleden, zat volgens mij Trouw of de Volkskrant, de Volkskrant. Ik noemde het dat eigenlijk het gesprek over de verdeling van de arbeid vindt vaak plaats op een moment wat ik dan noem, en dat is een grapje, maar dan zijn vrouwen nog hormonaal ontoerekeningsvatbaar. Je bent of zwanger of net bevallen. Zo'n man heeft een heel ander proces doorgemaakt, heeft die tijd ook niet alleen doorgebracht met de baby. Als vrouw wil je gewoon, ik kan me heel goed voorstellen dat vrouwen dan de kind niet alleen willen laten. En dan is de keuze zeg maar snel gemaakt, omdat het in Nederland vrij gemakkelijk is, als je een goede baan hebt, om 3 dagen te gaan werken. Overigens zie ik wel dat het 3 dagen gaan werken, dat zijn geen functies waar je op kunt solliciteren, maar dat wordt altijd geregeld vanuit een bestaande werkkring. En het zou heel erg mooi zijn als het gesprek over die verdeling van de arbeid gewoon later, dat zie je dus in de Scandinavische landen ook, als je dat later kunt voeren, op het moment dat je gewoon weer volledig hersteld bent en ontzwangerd. En daar kan dat vaderschapsverlof zeker een bijdrage. In je verhaal, Pul, wat ik ontzettend zo interessant vond, is dat je aangaf dat de uitbreiding van de kinderopvang in de jaren 90 dus aangehaald wordt door beleidsmakers, dat zeggen van nou, dat helpt dus niet. Terwijl het alle andere factoren daaromheen niet veranderd zijn. Dus als je dan iets gaat uitbreiden, ja, het is net water, dan zoekt het natuurlijk gewoon zijn weg, maar verandert er niks. Ik kreeg mijn eerste zoon is in 2004 geboren. Toen was er ook nog een ander stelsel. Ik werkte op dat moment bij de Gouden Gids, een organisatie met veel mannen in de buitendienst. En in de CAO daar was niets afgesproken over kinderopvang, maar waren grote leaseauto's geregeld. Dus dat soort dingen heb ik ook meegemaakt. En ik vind het in die zin heel goed dat de overheid vrij kort daarna heeft gezegd van wij trekken het naar ons toe. We zien wel in als D66 hebben we in ons verkiezingsprogramma wel staan dat we af willen van dat toeslagenstelsel. Met de kinderopvangtoeslag. Omdat dat ook het is een complex stelsel ook gebleken. En we willen eerder toe naar een variant op een instap van het basisinkomen. Middels een negatieve inkomstenbelasting. Wat iedereen een vrij besteedbaar deel zou geven. En dat zou voor vrouwen ook betekenen dat je daarin wat economische zelfstandigheid al hebt. En ik heb net geleerd dat economische zelfstandigheid niet hetzelfde is als financiële zelfstandigheid. Als we kijken naar de mogelijkheden in Haarlem, is het wel wat lastiger. Omdat je als gemeente gewoon minder mogelijkheden hebt. Algemeen op landelijk niveau heb ik wel nagezocht dat we wel zien dat er een positieve ontwikkeling is. Dat vrouwen na een scheiding in ieder geval tegenwoordig minder kans lopen op armoede dan een aantal jaar geleden. Het is niet veel, maar 17% heeft na een scheiding een inkomen met onder een lage inkomensgrens. Maar bij mannen is dat 7%.
Dus bij vrouwen is dat meer dan 2 keer zoveel een grote kans naar een scheiding. En dat is gewoon iets wat we niet moeten onderschatten. Het lastige op lokaal niveau is, even voor de beeldvorming, ik heb niet veel cijfers kunnen vinden voor Kennemerland of Haarlem specifiek. Ik heb wel terug kunnen vinden dat we het hebben in ieder geval over zo'n 40.000 jongeren tot 23 jaar in Haarlem. Maar goed, het lastige is dat de gemeente gaat niet over het onderwijs. En de gemeente gaat ook niet over de kinderopvang. Maar de gemeente gaat dan weer wel over de peuteropvang en over de voor- en vroegschoolse educatie. En daar is Pearl refereerde daar net ook al zijdelings aan, daar zijn andere beleidsdoelstellingen. Dus de kinderopvang is bedoeld als, zeg ik het goed, als dat bedoeld is voor de arbeidsparticipatie. En de voorschoolse en vroegschoolse educatie en de peuteropvang is bedoeld voor de ontwikkelkansen van het kind. Allemaal hartstikke goed, maar dat betekent ook dat er anders gefinancierd wordt. Dus de gemeente betaalt het een en het ministerie van Onderwijs en de belasting betaalt het ander. En wij zouden wel toe willen, maar dat moet ook vanuit landelijk moet in beweging komen, dat we toe willen naar echt integrale kindcentra, waar dat gecombineerd wordt. We zien wel bij de laatste ronde is het aantal uren voor- en vroegschoolse educatie is uitgebreid. En daar wordt wel samengewerkt tussen kinderopvangorganisaties en de VVE-organisaties. En ik begrijp vanuit de beleidsambtenaren dat dan de doelstelling daar ook wel wat meer gericht is op de combinatie met arbeid. Dus niet alleen maar vanuit het kind, maar ook om kunnen combineren met arbeid. Zodat kinderen niet van, want als kinderen naar de peuteropvang gaan, zijn ze vaak van die onhandige halve dagen ook nog. Dan kun je eigenlijk ook gewoon niet werken. Wat niet is genoemd, maar wat ik misschien voor de luisteraars, wat ik wel interessant vind, ook naar de ervaringen wat deze coronacrisis doet met de economische zelfstandigheid van vrouwen. Ik heb alleen daarover een internationaal rapport gelezen. Ik weet niet hoe dat in Nederland zit, maar vrouwen, lijkt ook logisch, worden harder getroffen omdat ze in part-time werken en in flexibele contracten hebben. Internationaal blijkt dat van de 44 miljoen mensen die getroffen zijn, is 31 miljoen vrouw. Nee, dat is gewoon buiten verhouding. Dus ook daar zegt wel iets van hoe belangrijk het is om te zorgen dat je voor jezelf kunt zorgen. Hoe zit ik in de tijd? Ik wil dit hier eigenlijk bij laten. Ik ben benieuwd naar de vragen. Ja, de microfoon staat er. Ja, Dilia, keurig binnen de tijd. En ook weer een boeiend verhaal met een heel andere invalshoek, ook je persoonlijke verhaal. Er wordt ook van gezegd van, nou ja, mooi dat je dit ook even deelt. En inderdaad, deels is het inderdaad zo dat je lokaal wat dingen kunt, maar dat het ook toch wel landelijke overheid is die regelingen moet treffen om het mogelijk te maken. Even de vraag aan Pearl of ze al een eerste vraag of reactie heeft. Of een aanvulling. Nee, heerlijk deze reactie. En ook heel mooi die combinatie van het persoonlijke en dat je dat er toch politiek consequenties aan verbindt. Niet aan jou persoonlijk, maar ook laat zien dat wat er jou overkomt, om dat in een grotere context te plaatsen. Die economische zelfstandigheid. Ik heb jarenlang, ik geef nog steeds onderwijs aan dan masterstudenten sociologie. En dat ging dan over de levensloop en dan om ze een idee te geven van hoe de levens van mensen veranderen op generatie op generatie. Had ik altijd een vragenlijst en als het een meisje was, dan vroeg ik naar hun moeder en naar hun oma. En als de jongen was, vroeg ik naar de vader en de grootvader. En ik vroeg ze ook, wat denk je als je straks 45 bent, hoe ziet jouw leven er dan uit? En dan konden ze, ik ben dan alleenstaand, ik heb een partner, en een baan, voltijdsbaan, parttime baan en ik heb ook nog kinderen. En stevast
we hebben het over de 21ste eeuw, zag ik dat de jongens zeiden, ik heb een partner, ik heb een kinderen en het kan me niet schelen wat mijn vrouw doet. En de meisjes bijna allemaal zeiden, ik heb straks een partner, ik heb straks kinderen en ik werk part-time. En ik dacht, dit zijn hoogopgeleide meiden. Dus mijn allereerste colleges, dan begon ik weer over economische zelfstandigheid en echtscheiding. En of ik ze ook, ja, ik hoop dat ik ze ook wat in die zin heb bijgebracht. Het belang van een partner, ja, zeker. Ik heb zelf met een collega Aafke Komter, die een prachtig proefschrift heeft geschreven over de, ja, de verhulde macht in partner, de vanzelfsprekendheid van de macht in partnerrelaties, hebben we een onderzoek gedaan naar, in Nederlandse studie, naar succesvolle vrouwen. En daar hadden we twee hypothesen. Wat voor partners zouden ze hebben? Zouden het, en dan hadden we het altijd over Hillary Clinton, die had Bill naast zich. Ja. En dan het andere was Maggie Thatcher, en ik weet niet eens meer hoe hij heette, maar hij was een beetje een, hij was ook meer achtergrond. Ja. Ja. En dus je had die twee hypothesen, wat kun je beter hebben? Ook iemand die zelf ook succesvol is en jou helpt, of iemand die meer maatje is. En, oh ja. Wat denk je, Dilia? Wie maakt jou wat met succesvol? Nou, misschien hangt dat ook van het tijdsgevricht af. Ik heb een, trouwens kan ik iedereen aanraden, een mooi boek gelezen over vrouw in ambitie. En dat heet ook Vrouw in ambitie. Door Anna Vels, een Amerikaanse. En zij haalt een aantal voorbeelden uit het verleden echt aan. 100, 200, 300 jaar geleden van succesvolle vrouwen. In die tijd dat het helemaal nog niet zo uitzonderlijk eigenlijk was. Dat vrouwen succesvol waren. Waren vaak schrijfsters. Omdat dat nog wel beroepen waren die je als vrouw dan nog wel kon uitoefenen. Hè? Want dan was je alleen nog thuis. Dat al die vrouwen echt wel iemand achter zich hadden. En vaak dan toch een man die in ze geloofde. Want zonder aandacht en erkenning. Dat zijn de twee sleutelwoorden. Zonder aandacht en erkenning van iemand kom je er niet. En die kan een partner geven. En als je partner dat niet geeft, dan moet je het ergens anders halen, denk ik. Achter elke succesvolle vrouw staat een sterke man. Om het even ja, succesvolle vrouw. Maar, ja. Maar het gaat ook wel om hoe je samen daarin staat. Dat is ja. Even voor dit moment. Ik zit even te kijken hoe we op elkaar gereageerd. Ik zie ook een vraag van Corine. Ik zou eventjes nu eerst naar Nelleke Velaar willen gaan. Dat is echt onze derde gast. Nelleke Velaar is de landelijke voorzitter van de PvdA. En zij zou eigenlijk vanavond naar Haarlem komen. Een soort werkbezoek ook met Frans. Ze zouden live allerlei dingen bespreken. Maar goed, ook door corona is dat wat anders. We zijn wel heel blij dat Nelleke nu ook aanwezig is bij deze bijeenkomst. En ik denk dat het ook nog leuk is om vanuit haar perspectief te horen. Een reactie op wat zij net gehoord heeft van Pearl van Dilia. En ook even misschien in te gaan op de komende tijd. Met wat we nu net gehoord hebben. Hoe je daar misschien nog weer verbeteringen in kunt gaan aanbrengen. Dus Nelleke, ik zie je even in beeld. Maar zou je je microfoon aan willen zetten? En ook eventjes een reactie kunnen geven. Als het goed is, staat mijn microfoon aan. En zie je mij nu in het beeldje met de groene rand eromheen. Hartelijk dank, Erika. En jullie allemaal bedankt dat we vanavond deze tijd nemen om met elkaar deze thematiek te bespreken. Pearl en Dilia, jullie ook heel erg bedankt voor jullie verhaal. Prachtige namen hebben jullie. Alleen over Pearl ken ik ook echt een liedje. En dat is zeg maar mijn hobby naast al mijn bezigheden. Is zingen in een oude rockband. Maar Pearl's zinger, die moet je een keer gaan. Ja, je kent het natuurlijk, ja. Maar het is echt mijn. Dit is voor alle. We zijn allemaal bijna te jong voor dit liedje. Het is echt van lang, lang geleden. Maar het is echt een hele mooie. Elkie Brooks, zo heet ze. Dus straks even opzoeken en dan meezingen
met de prachtige naam van Pearl. Ik heb echt de behoefte om op heel veel te reageren. En ik heb ook de behoefte om een aantal eigen persoonlijke anekdotes te delen. Net dacht ik, ja, en al die alleenstaande vrouwen zonder krachtige man achter zich. En alle andere vrouwen. Ik woon al 6 jaar samen met mijn zus. En achter mij zie je een paar... Ja, dit is mijn slaapkamer. Ik kan ook niet veel het beeld draaien, want dan zie je mijn bed wat niet helemaal netjes is en zo. Maar er staan inmiddels verhuisdozen. Volgende week krijgen we de sleutel van ons nieuwe huis. En dan ga ik niet alleen met mijn zus wonen, maar ook met mijn moeder. En dat is in Nederland nog steeds heel erg bijzonder. En daardoor eigenlijk ook heel erg ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Nou, een volgend vraagstuk in de rits. Hoe kunnen we dit soort dingen met elkaar regelen? Maar in mijn geval, achter een sterke vrouw staat een sterke moeder en een sterke zus. Die me in het dagelijks leven ontzettend ondersteunen in de dingen die ik doe. Maar ik moest ook heel erg denken aan mijn vriendinnenclub. Toen we allemaal net, we hebben elkaar hier leren kennen in Zwolle. Toen we aan het HBO begonnen. En dat was in de tijd dat we tegen elkaar zeiden, wij gaan het echt anders doen. Wij gaan andere keuzes maken. Dus in dat plaatje, Pearl, wat jij ook schetste, hè, later als ik groter volwassen ben, hoe ziet dat plaatje eruit? Nou, daar hadden we ook allemaal wel een beetje idee van, hè, we hebben een partner en we krijgen kinderen. Ze zijn er bij mij nooit gekomen. Zonder spijt overigens. Mijn vriendinnen hebben allemaal beste bubs kinderen gekregen. Maar toen zeiden we allemaal, we gaan dat straks anders organiseren. We willen dat zorg- en werktaken 50-50 verdeeld wordt. En van al mijn vriendinnen is er 1 daar daadwerkelijk van in staat gebleken. En dat zijn vrienden van mij die daadwerkelijk, maar waarbij hij het ook opeist. En dus zij beiden zeggen, we vinden het allebei heel erg belangrijk. We willen allebei ook de zorg voor onze kinderen. Dat ook meemaken en meebeleven. En tegelijkertijd ons mooie werk en ons talent kunnen uitoefenen. Het is maar echt in 1... huishouden om mij heen, dan zie ik dat volledig gelukt. En ik zie heel veel redenen aangehaald worden. Door Didia werden ze ook al aangehaald. Help mij op het werk van hem, is het nou eenmaal zo geregeld. Maar wat ook heel vaak gezegd wordt, en dat is eigenlijk ook niet zo gek, we hebben het vanavond nog niet zoveel over gehad. Dat is de loonkloof tussen mannen en vrouwen. En dan ook nog eens in dezelfde beroepen, 14,9% verdienen wij vrouwen minder dan onze mannelijke collega's in dezelfde functie. Maar je ziet natuurlijk al die vrouwen ook in lager betaalde beroepen überhaupt hun werk doen. Dus die vriendinnen zitten in het onderwijs, in de zorg, lager betaalde banen, veel meer deeltijd werk inderdaad. En op het werk wel een leaseauto bij de IT-specialist, maar geen goede regeling voor ouderschapsverlof. En ik denk dat dat allemaal factoren zijn die meespelen in hoe mannen en vrouwen zich ontwikkelen in het verdelen van werk- en zorgtaken. Het meest interessante voor mij, die wil ik vast agenderen voor het gesprek straks met z'n allen, is het hele aspect rondom die cultuur. Hè, de moederschapsideologie die door Pearl werd genoemd. Zeg maar, de gedachte dat 3 dagen werken meer dan genoeg is. En ik ben zo benieuwd, hè, hoe we dat met elkaar omver kunnen werpen. Dit soort beelden, of die traditionele beelden van hoe we dat omver kunnen werken. En hoe we daar een ander beeld tegenover stellen waar je ook in kunt geloven. En de kracht van rolmodellen is al een keer genoemd. En nou, daar een andere herinnering van mij aan gekoppeld. Ik ben in Zwolle, voordat ik voorzitter werd van de Partij van de Arbeid, 7 jaar wethouder geweest. Onder andere ook op sociale zaken en werkgelegenheid. En onze stad ging meedoen met de Kracht on Tour van Jet Bussemaker. En ik weet niet of jullie dat kennen in jullie eigen regio, maar het is echt een heel landelijk project geweest, waarin vrouwen die niet economisch zelfstandig waren, en toen bleek ook nog dat mijn provincie Overijssel samen met Zeeland helemaal onderaan bungelde van het toch al lage lijstje waarin Nederland scoorde. Dus dat was wel echt dat ik dacht, wat shocking is dit, zo in mijn eigen stad. Nou moet je realiseren dat daar ook wel behoorlijk, de Bible Belt behoort ook tot een groot deel van deze provincie. Daar zijn ook wel echt de effecten van te zien. Maar nou ja, dat je provincie in de hoofdstad van deze provincie, mijn stad, dan de aanvoerder is van het laagste lijstje van de arbeidsparticipatie van vrouwen, de economische zelfstandigheid van vrouwen, dat vond ik echt heel erg shocking. En wat Kracht on Tour deed, was op zoek gaan naar rolmodellen in het bedrijfsleven, in het maatschappelijk middenveld, bij zorgorganisaties. Allemaal vrouwen die lieten zien hoe zij in positie waren en zelfstandig waren. En
naar hun eigen pad uitstippelde. In de keuzes die ze maakte. En ook in combinatie met allerlei zorg- en werktaken die op hun pad kwamen. Dus rolmodellen waren heel erg belangrijk. Maar zij waren tegelijkertijd ook, dat was dan de directeur van de Scania. Het was de vrouwelijke directeur van de Rabobank. Het was de vrouwelijke directiemanager van Windesheim hier in de stad. Het was de vrouwelijke directeur van IJsselhemen Zorgorganisatie voor Ouderen. En dat waren de vrouwen die als rolmodel gingen fungeren, maar ook arbeidsplaatsen en ontwikkelingskansen voor vrouwen die economisch niet zelfstandig waren ter beschikking stelden. We hebben er toen in dat jaar 65 vrouwen meegedaan. En allemaal hebben ze of betaald werk gekregen, of een opleidingstraject gestart, of een eigen onderneming gestart. Zo succesvol was het. En ik heb nu net voordat we begonnen, zo tussen het eten en deze vergadering in, heel driftig zitten zoeken, waar bestaat dit nog? En volgens mij is het helaas overal afgerond of misschien wel ergens geïncorporeerd. Maar ik vind het eigenlijk eindeloos zonde dat, dat dit grote project niet meer bestaat. En we zouden het moeten nagaan bij gemeentes, want heel erg maatwerkgerichte aanpak. En ik stond daar voor die hele grote groep vrouwen die daar mee hadden gedaan. Ongelooflijk krachtig. En ze vertelden me eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal. Alleenstaande moeders in de bijstand. Afhankelijk van de inkomsten van hun partner. En toen die relatie overging, toen kwamen de problemen en werden de problemen heel erg groot. Mag ik een vraag? Hadden die vrouwen een zogenaamde startkwalificatie? Sommigen wel en anderen helemaal niet. Dus het was soms met hele grote afstand tot de arbeidsmarkt en soms een veel kleinere. Maar als ze geen startkwalificatie hadden, was dat het eerste doel. Startkwalificatie. Je opleiding afronden en je ontwikkelen. Soms ging het nog basaler, ging het echt alleen maar over je persoonlijke ontwikkeling en überhaupt de stap naar buiten durven te zetten. Hè. Vrouwen die veel thuis opgesloten zitten of weinig in contact zijn met andere mensen, zo basaal was het soms ook. Maar uiteindelijk in de percentages vaste banen en opleidingstrajecten afgerond, 100% voor alle vrouwen die meededen. Echt heel bijzonder. Toen ik in gesprek was met die vrouw, moest ik terugdenken aan het moment dat mijn partner en ik uit elkaar gingen. Naar langjarig samenwonen. En ik werd op een morgen wakker en hij zei, ik weet niet of ik nog wel van je hou. Nou, dat is echt vreselijke kan bijna niet. Hè? Tenminste, in mijn herinnering, het is inmiddels lang geleden. Maar wat ik deed in die week, naast heel groot verdriet hebben, was binnen een week de keuze maken om een huis verderop te kopen. Ik was in staat om een klein appartementje, daar waar ik nu zit, in mijn eentje te kopen, mijn huis in te richten en mijn leven opnieuw op te bouwen. Ik was zelfs in staat, want ik bedoel, sociaal-democraat ben je in hart en nieren, privé in je werk en overal, om lijstjes te maken waarin ik dacht, ja, maar we moeten er wel allebei heel goed uitkomen ook. Hè? Dus gaat hij het ook redden zonder mij? Dat was eigenlijk zeg maar meer de vraag dan de vraag andersom. En dat bedacht ik me toen ik voor al die vrouwen stond, die moeders in de bijstand met hun kinderen die de eindjes dan niet aan elkaar konden knopen. Wat een ongelooflijke bevoorrechte positie dat is op het moment dat je dat zo kan doen. Terwijl eigenlijk de logica van die zelfstandigheid en de positie die je kunt hebben, of eigenlijk de afhankelijke positie die heel veel vrouwen hebben, eigenlijk zo weinig gedeeld wordt. En ik denk ook in generaties voor ons, van de generatie van mijn moeder en van haar ouders, eigenlijk zo volstrekt normaal was om maar zo lang mogelijk ook bij die partner te blijven. Omdat eigenlijk de strop zo groot was op het moment dat je uit elkaar zou gaan. Ik denk ook dat daar heel veel verborgen leed zit. Nou, toch even terug naar die loonkloof. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik wil onder jullie aandacht, maar ik ga jullie ook meteen vragen of jullie ambassadeur willen worden van dat project. Omdat ik het verdien. Een initiatief van Agnes Jongerius en Vera Tax bij de Europarlementariërs. Overigens niet onder de vlag van de Partij van de Arbeid, want we willen dit zo breed mogelijk maken. Dus Dilia, ik vraag jou ook echt om mee te doen en iedere ander die... mannen en vrouwen. Dus Timo, doe mee. Wat we willen doen is zeg maar bewustzijn over die loonkloof heel erg vergroten. En we willen het gesprek aangaan. Dat gaat ook echt over het geven van workshops aan vrouwen. Wat je zelf kan betekenen op de werkvloer ook om dit bespreekbaar te maken. Maar wat we allemaal kunnen doen om onze invloed te vergroten om die loonkloof ook te dichten. En er moet natuurlijk wetgeving voorkomen. Er moet echt gewoon verplicht worden dat inzichtelijk gemaakt wordt in bedrijven. Dat mannen en vrouwen daadwerkelijk evenveel verdienen. Vaak zeggen bedrijven dat wel, maar blijkt in de praktijk dat de verschillen toch echt heel erg groot zijn. Maar het gaat ook heel erg over dat vrouwen zichzelf bewust zijn.
Toen ik bij het Kennisinstituut voor de Grote Steden werkte in Den Haag, inmiddels jaren geleden, had ik een team met allemaal meiden. Jonge meiden waren net afgestudeerd en gingen daar aan het werk. En het leuke was dat ik ging dan, er zat boven mij een manager en die deed de beoordelingsgesprekken. En dan, zij waren dan net afgestudeerd, dus dan kwam je in een vooraanloopschaal, ergens werd je ingeroosterd. En wat we deden was, we gingen dan oefenen in het spreken met je manager en in het opeisen van je laatste, je terechte inschaling. En dat was heel erg ingewikkeld voor heel veel vrouwen. Ik bedoel, voor de ervaringen maar dan, en dat doen mannen toch echt heel anders dan vrouwen over het algemeen. Maar zij vonden dat ook lastig. Maar doordat we dat gingen oefenen, gingen ze dat toepassen in het gesprek met die manager. En gingen ze daadwerkelijk in hun loon omhoog. Dat kun je echt oefenen, dat kun je trainen met elkaar en dat kun je met elkaar bespreken. Het blijkt dat op een vrouwenleven we 3 ton mislopen aan inkomsten die we wel verdienen. Dat is een huis. En dat is niet te geloven, zulke bedragen, dat is een huis. Dat kan toch niet waar zijn? Nou, dat moet iedereen weten, dat die verschillen zo groot zijn, dat het onrecht zo groot is. En dan moeten we dus gaan veranderen. Dus als jullie het goed vinden, spreek ik met jullie vanavond af, Erika, dat jij en ik even contact hebben. Maar dan ga ik deze groep, als jullie dat allemaal leuk vinden, ook in contact brengen met Agnes Jongerius en Vera Tax. Om samen hier ook te kijken welke rol jullie daar zelf ook in zouden kunnen vervullen in je eigen regio, in je eigen omgeving, om dit gesprek gaande te houden. Nou, tenslotte in mijn reactie iets over het verkiezingsprogramma. D60 verkiezingsprogramma is er natuurlijk al, met veel interesse gelezen. Die van ons komt pas eind deze maand. Aanstaande maandag wordt die vastgesteld in het partijbestuur. Dus het is natuurlijk nog heel erg geheim. Maar hier vanavond kan ik het toch niet laten om toch een aantal dingen daaruit te benoemen. Omdat ik denk dat het heel erg belangrijk is. En ik denk dat we als progressieve partijen die gelijkheid en gelijke uitgangsposities van grote waarde schatten, dat het ongelooflijk belangrijk is dat we ook het wezenlijke verschil voor de toekomst gaan maken. Dus in ons verkiezingsprogramma zullen jullie teruglezen dat we 3 maanden ouderschapsverlof voor vaders en moeders willen gaan invoeren. Dat we heel hard willen optreden ook overigens tegen zwangerschapsdiscriminatie. Dat is ook nog zo'n hele belangrijke. Dat we gratis kinderopvang voor iedereen in het leven willen roepen. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke cruciale is. Dat we mantelzorg echt heel veel meer willen gaan waarderen. En mensen willen ontlasten ook als het gaat over verplichte tegenprestaties en dat soort zaken. En ook de mantelzorg waarderingen mogen doen. En ik vind ook wel in dit kader, maar goed, het is dan een heel lijstje wat er meer gendergerichte maatregelen. Het zijn er nog veel meer hoor, maar genderspecifieke zorg is bijvoorbeeld ook zo ongelooflijk belangrijk. Deze wereld die toch heel erg gericht is op hoe mannen zijn, hoe mannen in elkaar steken en hoe de mannenwereld werkt. Hoe draaien we dat nou om? Nou, tenslotte, vandaag hoorde ik op de radio een mevrouw over cijfers spreken. Zij was een wiskundige. Het is dus mooi aansluitend bij wat Pearl zei over meiden en wiskunde. Nou, zij liet echt zien dat ze alles wist van cijfers en van vergelijkingen. En toen zei ze legde het verschil uit tussen correlatie en een causaal verband. En toen noemde ze als voorbeeld, zei ze, wordt nu bijvoorbeeld gezegd dat daar waar vrouwelijke leiders aan de macht zijn, de coronacrisis beter beheerst wordt. Maar ja, daar kun je van zeggen, er is een correlatie, maar een causaal verband zag ze nog niet. Maar kan jullie vertellen, toen ik vanmorgen wakker werd zag hoe in Australië het meest diverse kabinet gepresenteerd was, met meer dan de helft vrouwen. En een culturele diversiteit. Nieuw-Zeeland bedoel je? Je zegt Nieuw-Zeeland, ja sorry, ja, Nieuw-Zeeland. Ja, dankjewel Pearl. Met zo'n prachtig, bijna dansend kabinet met zoveel diversiteit. Ik hoop in november een even diverse lijst voor de Partij van de Arbeid te kunnen presenteren, zodat we dat kunnen doorvertalen naar de Tweede Kamerverkiezingen. Ongelooflijk belangrijk, met dubbele en dwarse aandacht voor vrouwen en culturele diversiteit. Dat moet tot resultaat leiden. Wauw. En Nelleke, ook weer heel erg bedankt.
bevlogen verhaal, ook persoonlijk. Het is ook mooi om te horen hoe iedereen daar in zijn persoonlijk leven ook mee te maken heeft. Met economische zelfstandigheid, keuzes maken en heel strijdbaar ook weer. Ook even leuk natuurlijk om te horen over het verkiezingsprogramma en een lijst waar we ons kunnen, op kunnen verheugen. Ik zit even te kijken hoe we de discussie nu gaan vormgeven. Ik zag al wat vragen over van Corine Eckhart. Die staat er al een tijdje en dat ging over hoe we voorkomen dat hoogopgeleide vrouwen helemaal stoppen en hoe we die dus aan het werk houden. Dat heeft natuurlijk ook alles misschien te maken met een rolmodel, maar ook met de voorwaarden om te kunnen blijven werken. Maar het heeft toch zeker ook te maken met, met keuzes maken. Ik zie Dilia haar hand opsteken. Dat vind ik gewoon een leuke vraag. En dan wil ik te eager. Kijk, dat is niet gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, maar ik vond zelf een rolmodel, dan zijn het gelijk weer van die hele sterke vrouwen met van die fantastische banen. Toen ik kraamverlof of zwangerschapsverlof had van mijn eerste, toen was er een Franse minister van Justitie die 2 dagen na de bevalling op hoge hakken weer op de Champs-Élysées stond. Dat soort voorbeelden zijn te extreem. Ik vind dat ik zocht echt naar voorbeelden van vrouwen die ook gewoon waren van, je hebt een kindje gehad. Je mag daar, je mag er ook best van genieten. Neem daar de tijd van. Het is helemaal niet, dat is prima. En daarnaast kun je ook werken. Mijn beeld is dan dat toch die voorbeelden, dat mensen zich daar niet aan kunnen spiegelen. En ik heb toch wel wat hoop dat de nieuwe generatie, ik ben al zelf 47, maar ik zie die wat dertigers bij mij op mijn werk, die ook echt in managementfuncties zitten, maar die gewoon echt wel ruim verlof nemen. Die echt gewoon een half jaar na de bevalling verlof nemen en dan gewoon helemaal hersteld en dan weer aan de bak. Weet je, dat kan allebei. Het is vaak meteen zo het een of het ander. Maar we zouden eigenlijk gewoon echte vrouwen als rolmodel moeten hebben. Misschien moeten we die wel ook gaan zoeken. Nou ja, we kunnen het zelf ook zijn natuurlijk. En misschien zijn we dat deels ook wel. Ik wil even vragen aan... even kijken hoor, die vraag stel Corine. Corine, is jouw vraag hiermee beantwoord? Of wil je daar nog iets aan toevoegen zelf? Corine heeft misschien niet... Corine is uit beeld geraakt. Ik ben er kwijt. Oké, nou dan wil iemand anders er nog iets over zeggen? Of, ja, ik zie Pearl, hand op steek, Pearl. Ja, die hoogopgeleide vrouwen, daarvan stoppen er niet veel na de geboorte van hun kinderen. Dus dat is één. Maar een tweede is, we hebben in Nederland, zelfs met onze 3 maanden, hebben een kort verlof. Ja. Er zijn voldoende landen, er zijn ook WHO-richtlijnen die zeggen 1 jaar. We hebben een heel kort verlof. Dus, en vergeet niet 1 jaar, we worden allemaal 80 en 90. 120. Dus al die nadruk op die paar jaar dat je jonge kinderen hebt, dat vind ik, we moeten ook wat breder kijken. We hebben langer oude ouders dan dat we jonge kinderen thuis hebben. Dus laten we... Ik bedoel, het is belabberd geregeld in Nederland. Echt waar. Dus daar moeten we iets op inzetten. Maar het is niet... De periode dat je jonge kinderen hebt, is maar een betrekkelijk korte periode in het leven. Ik heb ook vragen langs zien komen van migrantenvrouwen en alleenstaande vrouwen. Daar zou ik wel wat meer aandacht voor willen hebben. En met name als ze geen goede opleiding hebben. En de projecten waar Nelleke het over had, over die werkervaringsplekken, bijscholing. En dat kan op gemeenteniveau heel sterk. Zorgen dat je een plek vindt voor iemand om weer aan de slag te gaan. Want dat heeft ook effecten voor de rest van het leven. Als ze eenmaal aan het werk zijn, zelfstandig worden en wellicht in een nieuwe baan terechtkomen. Dus ik zou daar
heel sterk op in willen zetten. En die kinderopvang, heus, maar dat is niet het enige waar wij vrouwen mee zitten. Het is maar nogmaals een korte periode in ons leven. Ik denk dat dat ook invloed heeft op de rest van het gezin. Er is een uitspraak van if you educate a woman, you educate a family. En je hebt het over rolmodellen gehad. Ik denk dat dat reuze belangrijk is. En dat het dus belangrijk is dat we vanuit de overheid, of het nou het Rijk is of de gemeente, dat we inzetten op het versterken van het sociale netwerk en het zelfvertrouwen van alleenstaande ouders. Want daarmee help je niet alleen de ouders, maar ook hun zoons en dochters. Ja, Erika, mag ik ook... Ik zag ook Lena zomaar eerst. Tia, ga je gang. Ja, ik maar verklappen dat ik fulltime werk en twee jonge kinderen heb. En dat ik dat altijd heb gedaan. Dus heel veel van de opmerkingen waar net naar gerefereerd is van goh, fulltime werken en twee jonge kinderen, hoe doe je dat? En wat doet je man dan? Hè? Meteen vragen over mijn man. En soms ook in gesprekken van vindt jouw man dat wel goed? Hè? Nog steeds. Dat is echt bizar. In de tijd dat ik de voorzitter van de Rode Vrouwen was, heb ik een bijeenkomst in Den Haag bijgewoond, waar Jet Bussemaker een presentatie had gegeven over de potentie van vrouwen in Nederland die niet wordt benut. En dat zijn vooral de allochtone vrouwen, tussen de 60% en 80% van de Turks en Marokkaanse vrouwen die wel zouden willen werken, maar niet in staat zijn, niet mogen of geen startkwalificaties hebben. En dat gaat echt om honderdduizenden vrouwen. Dus als je het hebt over krapte op de arbeidsmarkt, hè, op gebieden zoals zorg en overige gebieden uiteraard, dan hebben we aan de andere kant heel veel vrouwen die heel graag zouden willen werken, maar die match er niet plaatsvindt om verschillende redenen. En eigenlijk is dat in de tijd dat ik ook een rol had binnen de Rode Vrouwen, mij niet gelukt om dat heel erg onder de voeten ligt te krijgen. En ik blijf daarmee worstelen van waarom lukt het ons niet om in al deze discussies die grote potentie onder het voetlicht te krijgen, terwijl we dan blijven hangen op die kinderopvang waar Pearl net al over had. Hè. Ik ben bijna uit de kinderopvang. Hè. Het gaat om een hele korte periode. Je betaalt je groen en geel aan. Hè. Dus het gaat heel snel voorbij. Hè. Maar we hebben, als je naar Haarlem-Zuid gaat en je kijkt om je heen op een vrijdagmiddag, dan zie je enorm veel vrouwen, allochtone vrouwen lopen die gewoon geen werk hebben. En als je daar een keer flyert of een campagne voert, dan hoor je ook die verhalen. Hè. Dat heb ik in de tijd dat ik statenlid was. Dus waarom krijgen we dat niet voor elkaar? En wat hebben we nou voor nodig om die groep wat naar voren te halen en zichtbaar te maken? Ja. Help. Een van de weinige cijfers die ik wel kon vinden, en dat zegt niks over vrouwen, maar wel iets, is dat in Zuid-Kennemerland in de bijstand 7 op de 10 geen startkwalificatie heeft. Dat geldt natuurlijk voor mannen en vrouwen, maar dus, dat geldt dan zeker ook voor de vrouwen die daarin zitten. Ja, en wat ik dan soms niet begrijp, hè, is dat we dan op een of andere manier niet voor elkaar krijgen om een groep vrouwen betaald naar het ROC te sturen om die startkwalificatie wel te gunnen. Ik heb dat een tijdje onderzocht. Dat schijnt echt onmogelijk te zijn. Hè? Dat je gewoon betaald je opleiding kunt volgen. En dat gaat maar om 2 jaar. Vaak gaat het maar om 6.000 euro. Dat is een hele kleine investering. En dan heb je een enorme grote potentie vrouwen die gewoon aan het werk kunnen gaan. En dan wat dat doet met dat gezin waar Kobi net over had. Hè? Het voorbeeld voor de toekomstige meisjes, jongens enzovoort in de samenleving. Onder die kleine groepen en subculturen. En het is net of het gewoon niet interessant is in de politiek. Ja. Ja. Wat ik op zou willen zeggen, als ik mag, is dat er werd vroeger, in mijn tijd, is veel belang gehecht aan opleiding. Ik heb HBS kunnen doen, mijn ouders hebben allebei lagere school gehad en niet meer dan dat. Startkwalificatie had je het daar überhaupt niet over.
Maar dat betekent niet dat ze niks waard waren. Want ze hadden enorm veel competenties en vaardigheden. En ik vind dat we ons dus niet op blind moeten staren op wat mensen niet hebben. Maar dat we moeten nadenken over wat ze wel hebben en hoe je dat kunt versterken. En zolang we blijven denken in termen van startkwalificatie moeten hebben of werkervaring moeten hebben om een kans te maken op de arbeidsmarkt, dan kijken we niet naar potenties, dan strepen we af van nee, dat heeft hij niet, dat heeft hij niet, dat heeft hij niet. En het gaat er juist om mensen kansen te geven en inspiratie te geven. En daarom geloof ik wel een beetje in dat rolmodellenmodel. Maar dan voor gewone mensen, niet hoogopgeleide typetjes die dan de blitz maken, maar schoonmaakster op de hoek die het redt met de kinderen, zeg maar wat. Ja, echt. Ik wil ook eventjes, Tia, is jouw, ja, het is natuurlijk iets wat op lange termijn moet, en wat misschien ook waarbij je de vraag moet stellen, moet dit landelijk politiek geregeld worden? Kun je dat lokaal oppakken om startkwalificaties te halen aan het ROC, hè, wat Atea noemt? En wat Kobi zegt, kan ik me ook voorstellen, je moet ook kijken wat mensen wel kunnen. Maar sommige mensen hebben net meer een duwtje nodig dan anderen. Dus daar denk ik wel dat er een rol is voor de politiek of misschien voor de vrouwenbeweging en voor de rolmodellen, de hoogopgeleide vrouwen, om wat Nelleke straks ook noemde, dat project waarbij vrouwen in hoge posities andere vrouwen helpen die minder opleiding hebben. Dus er zitten heel veel kanten aan. Ik weet niet, Pearl, kun jij daar nog iets meer over zeggen? Of daar nu onderzoek naar is of wat jij daar zelf, hoe je daar kijkt? Ja, ik vind, ik even terugkomen wat Kobi zei, dat haar eigen ouders uitsluitend lagere school hadden. Dat was toen, was dat heel normaal. Heel veel mensen. En het feit dat jij naar de HBS bent gegaan, is chic. Dat zullen er niet veel zijn geweest. Maar we moeten naar de huidige tijd kijken. We moeten ook kijken naar de druk die er is vanuit de Europese Unie. Via de OECD, dat we moeten laten zien welk percentage van de bevolking een bepaalde opleiding heeft. En in die zin is het belang van opleiding veranderd. Vroeger kon je met lager school heel ver komen. Tegenwoordig heb je die startkwalificatie nodig. Dus het inzetten op start van je kwalificatie zou ik zeer ondersteunen. En ook het feit dat iemand een startkwalificatie heeft, is ook een signaal voor een potentiële werkgever van, oh, deze persoon kan iets afmaken. Dus waar hier gezegd wordt, laten we 6.000 besteden aan het opleiden van iemand, ik zou zeggen, dat is geld dat uitstekend is besteed. Anderzijds, Pearl, weet ik dat een startkwalificatie voor heel veel mensen te hoog gegrepen is. En dat betekent niet dat die mensen niks te leveren hebben. Er is een periode geweest, ik weet dat niet of dat nu nog actueel is, maar dat er werd gesproken over eerder verworven competenties die dezelfde waarde zouden moeten krijgen als een startkwalificatie, als opleidingspapiertje. Wat ik wil bepleiten is dat we niet alleen denken in termen van startkwalificatie, maar dat we blijven kijken naar wat mensen in hun mars hebben. En daarvan uit redeneren en dat proberen te stimuleren en te versterken. Ja, Kobi, ik ben het helemaal met jou eens. Ik heb jarenlang in de thuiszorg gewerkt. En als je een pilletje, een paracetamol op de hand van een oudere legt als hulpverlener of zorgverlener, dan heb je echt die startkwalificatie nodig. Dat eisen de certificaten die zo'n thuisorganisatie nodig heeft. Dus hoe graag ik ook daarin wil geloven, we zitten gewoon in een samenleving die gewoon eisen stelt aan bepaalde functies. En daarom is dan het niveau van helpende, dat is echt 2-jarige opleiding en dat, het is niet ingewikkeld, maar die kost wel een paar duizend euro. En ik vind dat we als samenleving die kansen moeten creëren in de toekomst voor die bepaalde groepen. Ik zat nog een vraag van Lena. Is het goed als ik even kijk waar Lena... ben jij er nog? Ja,
zeker. Ja. Ik wil ook even naar jou. Je had een, ook weer een wat andere invalshoek. Kun je daar wat, nog wat meer over zeggen? Ja, heel interessant ook discussie over rolmodellen. Ik denk dat dat super belangrijk is. Maar wat me opviel is dat we het heel erg hadden over het belang van economische zelfstandigheid. En dat is natuurlijk ook super belangrijk. Maar zouden we niet vanuit de politiek en vanuit rolmodellen ook meer moeten focussen op de andere waarden van werk? Natuurlijk, je verdient geld. Dat is basis voor je bestaanszekerheid. Maar ja, je haalt zoveel meer uit werk. Als het gaat om je eigen ambitie, ontwikkeling. Zijn dat ook niet punten waar we eigenlijk veel meer op zouden moeten focussen? Juist ook om die jonge vrouwen te stimuleren om wel fulltime te gaan werken. Omdat er zoveel meer uit te halen valt dan alleen het financiële plaatje. En ik werk zelf bijvoorbeeld in de veiligheidssector. Ik kwam bezig met nationale en internationale veiligheid. Dat is echt de mannenwereld. En daar gaat het... Ja, dat is heel logisch om ambitie te hebben, om jezelf te willen ontwikkelen. Dus daar is dat nooit een soort taboe of zo. Daar is het gewoon heel normaal en ga je daarin mee. En als ik kijk naar vriendinnen van me die in andere sectoren werken, rekenen soms uit van... Oké, als ik mijn hypotheek wil blijven betalen, dan moet ik zoveel uur werken en that's it. Terwijl ik denk, er zit zoveel meer kan je uit je werk halen, ook voor de rest van je leven. Dus dat punt wil ik eigenlijk even opgooien van hoe kunnen we daar vanuit de politiek meer aandacht aan besteden. Oké, wie wil erop reageren? Of? Ze zegt politiek, dus ik wil wel reageren. Ja. Ik, niet dat ik nou weet hoe dat meteen vanuit de politiek zou moeten, daar moet ik even over nadenken. Maar ik ben het zo met je eens. Het thema van vanavond was economische zelfstandigheid, dus daar heb ik me ook keurig aan gehouden. Maar het is natuurlijk, hoe heerlijk is het om gewoon de erkenning te krijgen voor vaardigheden die je hebt ontwikkeld, om gewoon iets te kunnen. En daarvoor erkenning te krijgen, al is het maar in de vorm van een salaris, maar ook van je collega's. En dat draagt gewoon ook bij aan je gezondheid, hè? Want uiteindelijk is je hele welbevinden, zeggen we in Nederlands, of in het Engels, je well-being is een totaalplaatje van de relatie die je hebt, hoe je prettig in je vel zit, de werkomgeving die je hebt. Dus die letterlijke bijdrage van werk aan je welzijn, ja, dat moeten we iedereen inderdaad gunnen. Helemaal eens. Mag ik nog één voorbeeld delen? In aanvulling op Dinia. Ik, midden in de eerste lockdown, deed ik allemaal Insta-live gesprekken met mensen die allerlei initiatieven ontplooiden en partijgenoten in het land die mooie dingen aan het doen waren. En zo had ik een gesprek met Aya, statenlid in Flevoland. En zij is verpleegkundige in het ziekenhuis. En ze vertelde me dat ze altijd een soort van interne drive had om een hbo-opleiding te moeten doen. Want ze was een ROC'er, zoals ze zei. En dat pas sinds de coronacrisis dat juk van er af was. Omdat ze in de politieke omgeving altijd mensen in minimaal hbo en altijd wetenschappelijk onderwijs hadden gehad. En nu voor het eerst voelde ze zich gewaardeerd om het werk wat ze deed, als een ware heldin in de zorg en het werk te zijn. Ja. Maar die waardering, je omschreef het eigenlijk heel erg mooi, hè? Om iets te kunnen doen en je vaardigheden, dat wat je kan bij te dragen aan de samenleving. En dat is, ik bedoel, laten we het in godsnaam dan hebben over al die mensen die in die hele basale economie voor ons allemaal aan het werk zijn. Dat heel erg waarderen. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is, ook in het laten zien dat het van waarde is dat we allemaal onze talenten kunnen inzetten. Eens. Ik hoor Dilia heel instemmend eens. Ik kreeg net ook eventjes door de Timo, volgens mij de enige man in ons midden, die wil hier ook iets op aanvullen. Timo? Ja, ik had een vraag, met name voor Pearl, maar anderen mogen uiteraard ook reageren. En ben als enige man hier en ik vind dat wij mannen er nog best goed vanaf zijn gekomen met de betogen die ik vandaag heb gehoord, terwijl jullie in principe helemaal hadden kunnen losgaan. En ik lees graag over geschiedenis en de wereldgeschiedenis en waar ik ook ter wereld kijk, in welk tijdperk dan ook. Er zijn wel enkele uitzonderingen waarin het wat beter is, maar vrouwen worden overal ter wereld onderdrukt of als minderwaardig behandeld. Je hebt in Mexico ligt het aantal moorden op vrouwen hoog. In India zijn veel groepsverkrachtingen. In China was het natuurlijk heel lang het voetbinden. Maar ook vandaag de dag, dat ik heb volgens mij eens gelezen dat in Japan
vrouwen op de werkvloer vaak hakken moeten dragen. Maar ook als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt, we hebben nog steeds geen vrouwelijke premier gehad. En nou ja, met D66 zijn ze wel goed bezig, maar ik moet het nog wel even zien gebeuren. Ik hoop het wel heel erg. En ik had ook vorige week een lezing geluisterd van Studium Generale van Utrecht, Universiteit Utrecht. En daarna kwam ook naar voren dat, ja, mannen hebben natuurlijk lang de macht gehad op de wereld. Of ja, nog steeds wel. En hebben natuurlijk ook de wereld zo ingericht dat mannen aan de touwtjes trekken en dat graag ook zo willen houden. Dus ja, in hoeverre is het niet eigenlijk gewoon allemaal de schuld van de mannen? Dat was mijn vraag. Geweldige vraag, tuurlijk. Nee. Reageert als eerste. Ik ben al bezig. Want hij zei ook, het is ook mijn vraag. Ja, maar je hebt gelijk. Maar je ook, wat ik op het moment heel interessant vind, is hoe mannen reageren op positieve discriminatie. Ja. Op de universiteiten hebben wij nu, hebben we targets die gehaald moeten worden. Het wordt ook hoog tijd, want het aandeel vrouwelijke hoogleraar is abominabel laag. En je ziet op alle plekken dat vrouwen eruit gaan. En waarom? Omdat er op de universiteit, en ik spreek uit ervaring, is er een bepaalde cultuur waarin mannen zich heel erg thuis voelen. Het is uitermate competitief. Het is geen wonder dat vrouwen eruit gaan. Maar nu proberen we de regels van het spel te veranderen. Door ook heel duidelijk te maken dat er heel veel mannen zijn die uitsluitend voor zichzelf bezig zijn. Terwijl als je ziet het werk dat vrouwen inzetten ten faveur van het grotere goed. Dus heel vaak juist vergaderingen doen omdat er weer een vrouw moet zijn. Heel vaak ook buitenshuis bezig zijn, dus om hun verhaal te vertellen. En dus er komen heel langzaam komen er nieuwe waarden, ook in de wetenschap. En dat noemen we nu met een groot woord erkennen en waarderen. Dat er een waardering komt voor mensen die zich ingezet hebben voor het grotere goed. En niet alleen voor hun eigen carrière gaan. Dus je hebt helemaal gelijk dat we in een wereld leven die heel sterk is geschapen door mannen, die heel erg ten verveuren werkt van mannen. Maar op het ogenblik maak ik mee dat mannen gepasseerd worden. En daar best moeite mee hebben, want, en dan hebben we het over de topposities, hè? Dat ze nu een stapje opzij moeten gaan doen. En het is ook heel gezond, maar er is gelukkig wel wat aan het veranderen. Ik vind jouw vraag heel goed, omdat je ook laat zien hoe wij van kinds af aan geleerd worden om naar de wereld te kijken door een mannenbril. Als je iets heel moois wilt lezen, dan moet je Simone de Beauvoir, La Deuxième Sexe, de tweede sekse lezen. Het is uit de jaren 60, maar zij zegt dit zo prachtig. Want wat zijn vrouwen? Vrouwen zijn niet mannen. Dus vrouwen worden altijd gedwongen om zich te verdedigen, omdat ze niet de norm zijn. Ja. Dus die vraag van jou is cruciaal, het is heel bazaal. En daar moeten we ook voor strijden. Een andere vormgeving van onze samenleving. En dan is iemand zoals Ardern in Nieuw-Zeeland is heel erg spannend. Mm-hmm. Hoe zij het doet. En er is nu heel veel onderzoek, ook binnen het bedrijfsleven, dat bedrijven waar het management meer divers is. Divers in termen van man en vrouw, maar ook divers in termen van culturele achtergrond. Dat die bedrijven het heel goed doen. En met name nu ook in de COVID heel goed doen. Dus dat we ook mannen zover krijgen om aan introspectie te doen. En dat we met z'n allen de normen, prestatienormen, dat we daar vraagtekens bij stellen. Dat is echt lange termijn, maar het is wel heel goed. En daarom zijn dit soort discussies ook heel erg belangrijk. Dus dank voor je opmerking. Mag ik ook reageren? Ja, tuurlijk. Ja, ga je gaan. Ja, een aanvulling op Pearl, want ik vind dat allemaal heel inspirerend.
Dat ik hoorde een Engelse diversiteitsactiviste iets moois zeggen. En dacht ik, ja, dat vind ik in ieder geval positief benaderd. Als eigenlijk dat nu als de wereld geleid is door mannen, hè, dat we daar even vanuit mogen gaan. Stel je toch eens voor dat vrouwen, maar ook mensen met een andere culturele achtergrond, huidskleur, et cetera, iedereen zijn potentie kan bereiken. Wat kunnen wij als mensheid dan nog groeien? Wat zouden we niet veel meer nog kunnen bereiken met elkaar? Dat vond ik een mooie gedachte. Ik weet niet of Krul daar al iets van weet, maar wat best wel mij puzzelt de laatste tijd, is dat wij als apensoort, wat we toch eigenlijk zijn, kunnen net iets beter dan andere dieren samenwerken. Dat is het succes van de mens. Waarom zijn wij zo'n dominante diersoort geworden op de aarde? Is omdat wij heel goed in staat zijn met elkaar samen te werken. Wij kunnen ons dingen, wij ideeën hebben in ons hoofd en die kunnen we overdragen aan anderen. Dus daardoor kunnen wij dit. Dus samenwerken is essentieel voor het succes van de menssoort. De seksen die dat het beste schijnt te kunnen zijn vrouwen. En toch laten we ons domineren door de mannen. Ik begin. Maar volgens mij is het ook soms wel toeval. Mag ik even iets zeggen? Ja, Marie. Wethouder in Haarlem. Hi, Peul en ik kennen elkaar ook nog uit een ander leven, hoor. Maar soms is het ook toeval. Ik ben nu 63 en ik werk al bijna 45 jaar. En eigenlijk pas de laatste 2 jaar werk ik in een vrij macho omgeving. Ik ben sinds 2 jaar wethouder hier in Haarlem. En ik ben de enige vrouw in het mini-kabinetje hier in Haarlem. En niets ten nadele van mijn mannelijke collega's, want het zijn allemaal schatten. Maar er zit toch een enorm potentie aan macho gedrag in. En dan bedoel ik het niet heel negatief, maar het is wel een bepaalde mannelijke cultuur. Ja. En in het begin heb ik, en dat blijf ik ook houden, en dat is precies wat Dilia eigenlijk zegt, is dat ik heel erg geloof in de kracht van vrouwen en ook in de kracht van overtuigen, van meenemen, samenwerken, en noem alle zachte kanten maar op. Maar er wordt ontzettend vaak aan mijn huidje gekrabbeld om toch iets meer de ballen, iets meer de hardere kanten, iets meer. En denk, ja, daar geloof ik niet in. Ik geloof niet in het met de vuist op tafel slaan, met het mes op de keel en noem alles maar op, hè, in de vergelijking. Ik geloof echt in de mildheid en in het probleem analyseren en troost en zoeken naar inspiratie en bemiddelen en ergens in het midden eruit komen en niet in het kopiëren van allerlei. Doe ik ze ook weer tekort, hè, de mannen. Van allerlei mannelijke gedrag. En het ultieme voorbeeld wat ik eigenlijk aan inzicht had, was het laatste jaar. Dat ik me wel anders ben gaan kleden in deze functie. Maar ook wat meer mijn vrouwelijkheid in de strijd gooi. Maar weiger om mannelijke pakken te gaan dragen. Want dat zie ik wel heel erg in mijn omgeving gebeuren. Dat de vrouwen zich hullen in ja, toch een soort gekopieerde de pakken van de mannen. En denk ik, dat gaat Marie niet doen. Ik ga niet het tweedelige of driedelige pak overnemen van de mannen. Dat past mij niet. En ik zie het wel als een soort voorbeeld waarbij we als vrouw kijken naar de mannenwereld. Van, laten we ons ook in een soort gelijk pak hijsen. En dat zijn misschien maar hele kleine details. Maar die vind ik wel als voorbeeld dat we nog een hoop te winnen hebben in onze vrouwenmaatschappij. Nou, ik vind het wel, ik zie in de chat staan heel herkenbaar en verbinding. En ik zou het willen samenvatten met, we moeten wel voor onszelf opkomen, maar we moeten vooral ook onszelf blijven, hè, als vrouwen. En in die vrouwelijke kracht ook gewoon laten zien. Ja. Ik zit even naar de tijd te kijken. Het is volgens mij een enorm leuke discussie waarin heel veel aspecten ook al nu aan de orde steeds komen.
Ik denk inderdaad dat we even aan tijd moeten denken. Ik wou ook nog eventjes aanvullen op... Pearl noemt net ook nog de tweede sekse. En Simone de Beauvoir. En het idee is dat we daar de volgende bijeenkomst... met name op Simone de Beauvoir... en wat zij allemaal aan... betekend heeft in ieder geval voor de tweede feministische golf. Maar vooral ook het kijken naar... en wat kunnen wij nou nog van Simone de Beauvoir... van haar gedachtegoed meenemen naar de huidige tijd? En ik denk dat het heel erg aansluit ook op de laatste dingen... die hier allemaal gezegd zijn. Dus het is een mooie ontwikkeling van economische positie... naar nog meer de persoonlijke positie van vrouwen... en hoe kun je jezelf ontwikkelen. Oké. Ja, mooie aanvullingen, Barbara. En inderdaad meteen een bruggetje naar de volgende keer. Want we gaan nu eigenlijk naar de afsluiting toe. Ik zat net te denken, wat ontzettend jammer dat we nu niet met elkaar aan de borrel kunnen gaan. Ja. Heel veel door. Ja. Ja. Maar het mooie is, Pearl is natuurlijk aan het verhaal begonnen met die verschillende factoren. Hè? Financieel en arbeidsmarkt en culturele. Hè? Veel over het rolmodel gehad. Maar ook over die diversiteit. En ook op leiding. Dat is nog een aanvulling die Nelleke net gaf over, ik citeerde even iets verkeerd over dat hoge pieten waren die de lagere opgeleiden hielpen, maar het ging vooral ook om die opleidingstrajecten. En dat kun je eigenlijk ook wel weer vertalen naar onze verheffingsideaal. Opleiding is altijd een belangrijk factor. We hebben ook wat gehoord over de verkiezingsprogramma's. We gaan natuurlijk toch ook naar de verkiezingen toe. D66 toeslagenstelsel werd iets overgezet en het basisinkomen. Nou, die kunnen daar natuurlijk ook allemaal in meespelen. Maar en bij de PvdA verklapt Nelleke al iets over gratis kinderopvang. Dat is ook wel iets van uit de vrouwenbeweging. En wat vanavond ook genoemd werd als heel belangrijke voorwaarden, die kinderopvang en voorschoolse educatie. Om vrouwen aan het werk te houden en om de zorgtaken eerlijk te verdelen. Dus er zijn heel veel dingen aan de orde gekomen waarvan ik denk, nou, daar kunnen we nog ook de komende tijd over doorpraten, zeker ook in de verkiezingstijd. En misschien gaan we dat ook wel doen, want dit is natuurlijk de eerste van drie debatten. Maar er komt zoveel naar boven dat ik denk van, nou, dat moet ook misschien wel een vervolg krijgen. Ik vond het zelf heel leuk. Zijn er mensen die nu nog een hele korte reactie willen geven? En anders dan gaan wij afsluiten. En... Erika, heel kort. Ik wil nog één ding onderstrepen wat Atiya zei. Zeg maar de grote groep vrouwen met een migratieachtergrond... die we eigenlijk die fundamenteel de boot missen. Ja. En als ik je goed begreep ook echt de behoefte om te willen investeren... ook nadat je studietijd gepasseerd bent... maar die tweede en die derde kans ook te kunnen krijgen... Ik zou die opdracht aan onszelf willen geven. Dit moeten we echt gaan opzoeken. En alla de trajecten als jetbussen maken of hoe dan ook. Hè? Maar investeren in deze vrouwen. Zodat zij gaan ervaren dat als je in een omgeving bent met meer vrouwen om je heen. Waarin het normaal is om mee te doen en je talenten kunnen laten zien. Hoe ongelooflijk fijn en belangrijk dat ook is. Hè? Dat, ik denk dat we daar gewoon een hele grote opgave voor onszelf binnen de partij van moeten maken. Om deze vrouwen te gaan opzoeken en met hen naar die mogelijkheden te kijken. Nou ja, ik vind het een hele goede aanvulling, want dat zat ik straks ook nog even te denken. We praten hier natuurlijk heel, het is gewoon heel goed hoe we over praten. Maar zelf zijn wij allemaal over het algemeen hoogopgeleide witte vrouwen. En dat is heel goed dat we dat doen, maar we moeten ook die verbinding ook daar weer mee zoeken. Dus dat is zeker een opdracht voor ons. En laatste wat jij nog zei over die loonkloof en actie met de FNV, daar hebben wij nog contact over. Ja. Gaan we daar ook mee verder. Ik wil iedereen heel erg danken. Ik vooraf dacht ik van, zouden we anderhalf uur vol kunnen praten. En hoe zouden we in de tijd zitten na de interessante inleidingen van Pearl en van Dilia en jouw reactie erop. Maar het is moeiteloos gelukt. En ik hoop op een vervolg. En zeker ook 17 november is de volgende bijeenkomst. Wat Barbara net al zei, naar aanleiding van Simone de Beauvoir. Iedereen heel erg bedankt voor alle aandacht, meedenken. En met name Pearl ook voor de voorbereiding. Dilia voor de voorbereiding. Nelleke, dat je bij onze bijeenkomst hier in Zuid-Kennemerland wilde komen. En ik wil ook heel graag Barbara en Kobi Kroon. Barbara van Balen, Kobi Kroon bedanken, want die hebben in de voorbereiding
dit heel goed voorbereid allemaal. Dus dank daarvoor. En tot de volgende keer bij de bijeenkomst met de Rode Vrouwen. Bedankt. Dankjewel, Erika. Dankjewel, Erika. Dag, dank jullie wel. Ja, dank jullie.